Goedendag, welkom bij GPTV. De komende jaren zetten 30 Friese musea zo'n 150.000 objecten online. Foto's en informatie over de objecten worden hiermee toegankelijk gemaakt. Ook voorwerpen uit de museumdepots die normaal niet in de expositiestalen te zien zijn, worden gedigitaliseerd in het kader van het project Collectie Dichtbij. Waar wordt vandaag de aftrap voor gegeven? Vandaag hebben we de aftrap voor het project Collecties Dichtbij. Dat gaat 4 jaar duren en in die 4 jaar hopen we 30 musea hun collecties online te kunnen zetten. Dat zijn een heel aantal objecten, 150.000. Ja, toen ik het las dacht ik meteen van ja, ontmoedig je nou ook niet het museumbezoek om de hele collectie online te zetten? Nou, dat wordt heel vaak gedacht en ook wel gezegd, maar toch is het niet zo, want je merkt dat bezoekers vaak op internet informatie voorzoeken en daarna toch het echte object willen zien. Want wat is nou mooier dan het object in het echt bekijken? Dat is toch het allermooiste. Dus het is eigenlijk een soort voorproefje geven, zodat de mensen dan toch nog de objecten in het echt gaan zien. Ja, dat is sowieso de bedoeling. Dus, maar het is ook zo dat je een andere groep mensen ook weer trekt. Die veel meer gewend zijn op internet dingen te zoeken en informatie te zoeken. We willen ook heel graag onderzoekers en genealogen bijvoorbeeld kunnen bedienen. En dat kan heel goed via internet. En een deel van die mensen zal ook weer komen. En een deel van die mensen zal ook niet komen. Maar dan heb je toch weer een nieuwe groep bereikt. En dan heeft jouw collectie weer een nieuwe betekenis gekregen. Ja. Hoe moet ik het gaan zien? Wordt het een brei van objecten die ik dan maar voorbij kan zappen en aan kan klikken? Hoe moet ik het zien? Ja, het kan op allerlei manieren gepresenteerd worden. Zaak is eerst dat alle objecten van de musea op een goede en uniforme manier worden ingevoerd in databases. Daar zit al de eerste schifting van hoe breng je het in. En dan kan het een enorme brei worden als je daarvoor zou kiezen. Maar je kan ook kiezen om bijvoorbeeld thematische ontsluiting te doen. Dat je bijvoorbeeld alles zoekt over de Zuidwesthoek, over de Friese Meren, over de Tweede Wereldoorlog, noem het maar op. Je kan die data op zoveel manieren ontsluiten, dat hoeft geen brei te worden. Het is natuurlijk wel zo dat er veel objecten in depots staan. Hè? En daar zijn soms best hele interessante verhalen over te vertellen. Maar ja, we hebben gewoon ook beperkte ruimte. En je kan niet alles van boven tot onder vol stapelen in een museum. Dus het is ook een kans om die objecten die niet zo vaak voor het voetlicht komen, om die eens te kunnen tonen, maar dan virtueel. En daar ook de objectgeschiedenis van te geven. Zodat, daar hebben onderzoekers ook wat aan. Ja, je wilt toch graag dat het beeldmateriaal wat je laat zien, dat je produceert, dat het visitekaartje is van je museum. En in heel veel gevallen moet daar nog best heel veel gebeuren. En het is ook heel arbeidsintensief om je hele collectie te fotograferen. Dat is nou eenmaal zo. We zijn bezig nog steeds om alles zeg maar te omschrijven. Momenteel druk bezig om de objecten en werken te scannen en te fotograferen. Ja. En dat samen te voegen en straks te gaan ontsluiten. Ja. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om je ook in dit project, maar ook online, te gaan presenteren? Om de collecties die we hebben te laten zien. Dus ook niet alleen in het museum, maar ook buiten. En ook liefst wereldwijd natuurlijk. Ja. Ja. Nou, wat we net al een beetje hoorden in de presentatie, is het niet alleen een fotootje maken en eronder zetten kunst, of wat het dan ook maar is, maar ook een omschrijving. Is het niet ontzettend veel werk voor jullie? Het is zeker heel veel werk, maar ik denk als alles klaar is en goed geformuleerd is en ontsloten is, ik denk dat je dan ook dat je er ook terug kan kijken en kan zeggen van dan is het een mooi afgeleverd stukje werk. Ja. Ja.